Welkom bij het FNV Journaal. Na 2 weken voorjaarstop hebben we weer zin in. Met deze week Naima El Moussati en Kitty Jong over de ontwikkelingen bij uitkeringsgerechtigden. Bart Plaatje blikt terug op de vergadering van het ledenparlement van april en volop nieuws uit de sectoren. Twee weken geleden stuurde minister van Sociale Zaken een brief naar de Tweede Kamer over de toekomst van de arbeidsmarkt. De brief was gebaseerd op de adviezen van de Sociaal-Economische Raad. Het ging niet alleen over werkenden, maar ook over uitkeringsgerechtigden. En daarover praat ik vandaag verder met Naima El Moussati, bestuurder FNV Uitkeringsgerechtigden, en Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV. Naima, wat is het belangrijkste voor uitkeringsgerechtigden? Nou, uit die brief is naar voren gekomen dat een regeling genaamd IOW, inkomensondersteuning oudere werkzoekenden, dat is specifiek voor 60-plussers die na hun WW nog steeds werkloos zijn. Dus die wordt verlengd met nog 4 jaar. Ja. Tot wanneer zou die lopen? Hij zou alleen lopen tot eind dit jaar, 2023. Vanaf 2024 zou het gewoon stoppen. En wij hebben als FNV dit punt echt zichtbaar gemaakt door actie voor te voeren, petities voor te laten tekenen en door goed samen te werken, achterban, werkorganisatie en vooral ook met bestuurslid die aan de tafel zit, Kitty. Kan je dit een succes noemen? Ik vind het zeker een succes. En wij gaan gewoon nog door, want we willen deze regeling echt structureel hebben. En dit is weer een tijdelijke verlenging. En het is wel noodzakelijk, want ondanks de lage cijfers of lage werkloosheid en hoge vraag voor arbeidskrachten, werknemers, worden 60-plussers in Nederland nog steeds niet aangenomen. Ze hebben dus gewoon geen baan. En die overbrugging van na de WW is natuurlijk groter geworden door een hogere leeftijd voor pensioenen en verkorting van de WW een paar jaren terug. En deze mensen die hebben dan geen baan, hebben wel al jaren gewerkt, hebben een huis gekocht, hebben wat spaargeld. En die moeten hun huis gaan opeten en hun spaargeld opeten. En ook zijn ze dan ook weer afhankelijk van een partner als ze deze IOW niet krijgen of deze regeling zou stoppen. Dus best wel serieus en noodzakelijk dat die bestaat. Mooi, dankjewel. Kitty, wat is voor jou het belangrijkste uit de brief van 2 weken geleden? Nou, wat Naima vertelde over de IOW, dat is natuurlijk enorm belangrijk. De acties van onze leden hebben daar enorm bij geholpen. Dat geeft mij natuurlijk aan de tafels ook echt positie. Maar een andere, waar we ook al langer actie voor voeren en die al 3 jaar boven de markt hangt. Het wetsvoorstel RIF-toets, eindoordeel bedrijfsarts. Help even, RIF? Waar staat de RIF voor? RIF staat officieel voor reïntegratieverslag, maar het gaat over als je 2 jaar ziek bent geweest, dan kom je aan de WIA-poort, dan word je gekeurd voor de WIA, maar dan wordt eerst gekeken, heeft de werkgever die verantwoordelijk is voor jouw reïntegratie als herstellende, wel genoeg gedaan om je terug naar de werkplek of naar een andere werkplek te brengen. Okay. Dat wordt beoordeeld door een verzekeringsarts. Die is onafhankelijk, daar hechten wij erg aan. En dit kabinet wilde al langer onder druk van werkgevers en omdat er veel te veel verzekeringsartsen tekort zijn, wilden zij dat eindoordeel bij de bedrijfsarts neerleggen. En de bedrijfsarts, waarvan wij heel vaak zeggen, ja, wordt betaald door de werkgever, is dat wel betrouwbaar? Is dat partijdig? Het lag 3 jaar op tafel en het is in die onderhandelingen ook van tafel gegaan. Heeft ook heel erg geholpen dat we daar dat heel zichtbaar hebben gemaakt, acties voor hebben gevoerd, hoorzittingen in de Kamer. En in dit traject van die arbeidsmarktbrief is het gelukt om dat wetsvoorstel van tafel te krijgen. Is ook een grote overwinning voor de sector uitkeringsgerechtigden. Ben je er trots op, sector? Ik ben er enorm trots op. Het is heel specialistisch werk. Hè? Dat blijkt ook wel uit dit interviewtje, denk ik, hoe enorm complex het is. Maar wat een enorme impact dat soort hele technische regelingen heeft. Het is vergelijkbaar met de toeslagenaffaire. Dat was ook zo ingewikkeld dat het een groot deel van de Tweede Kamer is ontgaan wat erachter schuil gaat. Dat zou hier ook gebeurd zijn. Dus we zijn heel erg blij dat wij als FNV stand hebben gehouden. Ook wel een beetje met de andere bonden, maar wij hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. Dat we dit gewoon van tafel hebben gekregen, zodat we hier ook op de lange termijn niet hele nadelige effecten van gaan ondervinden. Mooi werk. Fijn. Ja, zeker. En ik kan dus zeggen dat we eigenlijk wel tevreden zijn met de regeringsbrieven over deze.
Op dit punt mogen we best tevreden zijn, mogen we onszelf ook een schouderklopje geven, maar er is nog heel veel meer werk aan de winkel. Daar gaat die arbeidsmarktbrief ook over, want als je heel veel ZZP'ers hebt en heel veel flexcontracten, dat ondermijnt ook je sociale zekerheidsstelsel. Dus we zien dat al met de WIA. Op de WIA moet nog heel veel gebeuren. Belangrijk is dat de minister in deze brief erkent dat het arbeidsongeschiktheidscriterium in de WIA, weer zo'n ingewikkelde, terug moet naar 15%. Voor de mensen die weten waar dat over gaat, belangrijke overwinning, moet toch wel gerealiseerd. Dank jullie wel. Leuk dat jullie waren. In het streekvervoer is er vorige week een akkoord bereikt tussen de onderhandelaars. 15% meer loon en de werkdruk omlaag. Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de leden van de vakbonden. Zij mogen er vanaf volgende week over stemmen. Bij Avico, bekend van de patatfriet, zijn stakingen op het laatste moment afgeblazen. De hesjes waren deze week weer tevoorschijn gekomen na de eerdere actie in maart, maar de werkgever kwam met een bod waarbij een groot deel van de mensen er 8% op vooruit zou gaan. De acties werden afgeblazen en het woord is nu aan de leden. Het FNV-ledenparlement bestaat uit 104 mensen. Zij vertegenwoordigen de bijna 1 miljoen leden van de FNV. In deze vergaderingen van het ledenparlement, zo'n 5 of 6 keer per jaar, wordt gesproken over de koers van de FNV en wordt er veel gedebatteerd. Ze zijn het eens met elkaar, oneens met elkaar, soms emoties, soms debatten, maar het is altijd goed om die gesprekken te voeren. Daar houden we van binnen de FNV. Naast mij staat Bart Plaatje, algemeen secretaris en vanuit het bestuur verantwoordelijk voor het ledenparlement. Bart, wat is het belangrijkste wat de afgelopen vergadering is besproken? Nou, eigenlijk was de hele vergadering behoorlijk essentieel. En er is ook veel debat gevoerd, zoals je al zegt, maar vrouwenstrategie kwam voorbij. Mijn collega Bas heeft daar uitgebreid met het ledenparlement over gesproken en ook reacties terug mogen ontvangen. Hij heeft nog dingen uitgelegd. We hebben de focus op arbeidsmigranten met elkaar doorgenomen. En ook de klimaatvisie is voorbij geweest. Dus er was genoeg te bespreken. Mooi. Is er voor rond de klimaatvisie, komt er een dag aan, 22 april? 22 april is er een dag over de klimaatvisie. En collega Bas van Weegberg die gaat daar uiteenzetten waarheen waarvoor. Maar hij niet alleen natuurlijk. Daar gaan we ook voor het eerst laten zien hoe een vakbond zich echt goed kan manifesteren op dit thema. En is het dan zo dat op die 22 april ideeën worden opgehaald? Dat komt dan weer terug in het ledenparlement? Als we op een gegeven moment middelen en mogelijkheden moeten inventariseren en we moeten dingen gaan vragen van de FNV die echt structurele inzet vragen, dan zal die terug moeten naar het ledenparlement. Jazeker. Mooi. Zijn er nog dingen die zijn bijgebleven, die opvielen in de afgelopen vergadering? Ja, in de afgelopen vergadering is ook sectoralisatie voorbij geweest. Het is een onderwerp wat voor ingewijden heel interessant is en waar we heel veel over kunnen discussiëren. Dus deze vergadering is ook uiteindelijk in twee delen opgeknipt om alles te kunnen behandelen. Zoveel discussie ontstond er. Mooi. En wat me dan altijd opvalt is, we hebben hem in goede sfeer afgesloten. Een van de kaderleden in het ledenparlement kwam met een klassiek stukje tekst uit de Bijbel. En we zijn natuurlijk absoluut niet christelijk. En ik heb vervolgens in het slotwoord een taoïstisch stukje tekst uitgewisseld. Je moet af en toe ook met een grap en een grol naar elkaar kunnen kijken nadat je keihard gediscussieerd hebt. Daarvoor zijn we ook een vakbond, want uiteindelijk staan we schouder naar schouder. Mooi. Ik hoor nog iets over stroopwafels. Ja, netwerkvrouw had voor de mannen een stroopwafel neergelegd met een stukje eruit. Want dat is natuurlijk hoe het voor vrouwen voelt, omdat ze gewoon structureel minder verdienen dan mannen. Ik vond het een superleuk gebaar en ook een superleuke geste om dat stukje eruit te halen. Mooi, helemaal goed. Leuk, kom je de volgende keer weer vertellen over de heel volgende vergadering? Heel graag. Mooi, want het is belangrijk, het ledenparlement. Het ledenparlement is de kern van onze vereniging. Waar ben je als vakbond zonder de leden die uiteindelijk bepalen wat wel en wat niet? Mooi, dankjewel. Alsjeblieft. Woensdag kwamen we samen met Milieudefensie in actie bij de aandeelhoudersvergadering van Ahold. Cindy Omvlee, bestuurder FNV Handel, zei: terwijl Ahold gigantische winsten maakt, kunnen veel mensen die werken voor Albert Heijn, Ethos en Gal&Gal door de hoge inflatie hun boodschappen niet meer betalen. Goed dat we dat daar hebben laten horen. En de Belastingservice is weer vol aan het werk met duizenden vrijwilligers om de tienduizenden leden te helpen met invullen van hun aangifte. Bijna iedereen maakt inmiddels een afspraak online, wat ervoor zorgt dat er veel minder druk is op de telefoonlijnen van het contactcenter. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.